vandaag in focus. Regering Santokki zet tastbare resultaten neer. Verbeteringen aan pompgemaal Drambrandersgracht voor efficiëntere stadsontwatering. Open dag Nationaal Leger bedoeld voor informatie en werving. President Chandrika Prasad Santokki is ervan overtuigd dat de regering, waarvan hij de teugels in handen heeft, goed werk heeft verricht in de afgelopen 4 jaar. Een effectieve crisisbeheersing en crisismanagement zijn volgens hem essentiële onderdelen daarvan. Tijdens de regeringspersconferentie op 25 mei merkte het staatshoofd op dat ondanks een tekort aan capaciteit, expertise en financiën er tastbare en duurzame resultaten zijn behaald. Vier jaar na de verkiezing op 25 mei 2020, en zoals u net gezien heeft, daarover straks nog meer, is er hard gewerkt, is er veel gerealiseerd. Dat is wat het volk van ons verwacht had, 4 jaar geleden ons mandaat gegeven, om het land te gaan redden, om te gaan regeren, om de problemen op te lossen. En ja, die problemen waren enorm. De crisis waren multiple en ingrijpend in onze samenleving. Ons geliefd Suriname was letterlijk ziek gemaakt. En we kennen de ziekteverschijnselen op verschillende beleidsterreinen. Financieel, economisch, bestuurlijk. Maar ook dat er uitdagingen waren. In de periode denkt u aan COVID-19, pandemie. Maar desondanks is er gewerkt geworden. Desondanks is er gepresteerd geworden. En zoals eerder aangegeven, zijn de resultaten verwerkt in het boek dat net is overhandigd. De komende tijd zult u nog meer informatie krijgen, additioneel van datgene wat nog niet in het boek staat. Want we gaan doorwerken. Vooral de 12 maanden. Daar zijn de prioriteiten bijgesteld. Daarover heb ik afgelopen 3 weken intensief bilateraal overleg gehad. Met alle ministers, de vicepresident. En ons nieuw traject voor de 12 maanden aangegeven. De prioriteiten bijgesteld. En dat zal ons agenda zijn voor de 12 maanden. Echter moet je ook rekening houden dat we het wind niet altijd mee hadden, de omstandigheden niet altijd mee hadden. Tekort, capaciteit, expertise, beperkte financiële middelen. COVID-19 pandemie en de impact daarvan heb ik net aangegeven. De gevolgen van klimaatcrisis, denkt u aan de vele overstromingen, watersnood in het binnenland, de kuststrook. De impact van de oorlog en hoge prijzen van geïmporteerde goederen. Maar ook een zwaar IMF-programma met harde randvoorwaarden. En ook die coalitie waarmee we al deze plannen en al het beleid uitvoeren. Daar zijn er soms ook uitdagingen. Waar we tijd en aandacht moeten schenken om ook te zorgen dat wij doorgaan met onze stabiele regering. Maar feit is namelijk dat we na 4 jaar kunnen zeggen dat met goede crisisbeheersing, met goed crisismanagement, met goed leiderschap, gedeeld leiderschap, gedeelde verantwoordelijkheid, maar wel collectieve inspanning. Wel samen ervoor gezorgd hebben dat we uit de crisis zijn. En dat iedereen daar een bijdrage heeft geleverd.
En dat is bijzonder belangrijk om dat vandaag te bevestigen. Goede samenwerking met de vakbonden. Goed overleg binnen de coalitie. Goed overleg met de Nationale Assemblée. Goed overleg met tal van functionele groepen in de samenleving. 2 maanden uitgetrokken voor nationaal dialoog. Blijven communiceren met de samenleving en je plannen bijstellen. Mijn mensen, het goede werk moet afgemaakt worden. Wij gaan door met bestuur. En we moeten die samenleving goed informeren. Dat ook goed is voor de samenleving, dat beleid gecontinueerd wordt. Natuurlijk, daar waar aanpassingen gepleegd moeten worden, plegen van die aanpassingen. Daar waar gecorrigeerd moet worden, corrigeren. Maar wij moeten als regering die gelegenheid krijgen van die samenleving ook. Dat we dit werk kunnen afronden. Aburoko, moest go door. Om de ontwatering van de stad effectief te laten verlopen, wordt er landelijk gewerkt aan het rehabiliteren van ontwateringsinstrumenten. Als onderdeel hiervan zijn er werkzaamheden gaande om het pompgemaal Drambrandersgracht te voorzien van 3 nieuwe pompen. Deze zijn bedoeld om het ontwateren van onder andere het gebied rond het Academisch Ziekenhuis en de omgeving van de Albergastraat te versnellen. We zijn nu inderdaad bij de Drambrandersgracht. Dat is langs de waterkant, dichtbij IBS-kantoor, Sarabaka Doorsteek, weg. En hier zitten we bij een van de grote pompgemalen die we bezig zijn te rehabiliteren. In het kader van het ontwateringsprobleem waarmee we al jaren te kampen hebben in vooral Paramaribo en Wanica. U ziet dit pompgemaal staat achter ons en aan de voorkant hebben we een beheerderswoning. En aan de situatie eigenlijk kon je hebben gezien dat dit pompgemaal een verlaten ding was. Dit pompgemaal heeft bijna 15 jaar minimaal niet gefunctioneerd. Er waren ook wel 2 sluisdeuren, maar met sluisdeuren kan je alleen spuien als het app is. En dit is een van de hoofdredenen waarom jarenlang het gebied, mensen gaan het herkennen. Drambrandersgracht, Albergastraat, Rode Kruislaan, militaire defensieterrein, melkcentrale, het heel gebied daar. En dan ga ik verder, want dit gebied ontwatert tot Welgelegen. Dat is Casabaholle Kwattaweg, waar ik ongeveer woon. En dus in het gebied zit ook een heel bekende straat, Margarethalaan, waarom het onder water blijft, langdurig onder water blijft. Nou, voor het eerst na 15 jaar worden hier dan 3 nieuwe pompgemalen geïnstalleerd met grotere vermogens. We baggeren alles uit, de kanalen worden doorgestoken. Het wordt compleet vernieuwd, helemaal vernieuwd. Maar wat we ook doen is, we geven gelijk een beurt aan het heel pompgemaal. Dus de muren, het gebouw, alles krijgt een facelift, een nieuw leven, laat ik het zo zeggen. Alles krijgt een nieuw leven. We zijn nu bij het eerste pompgemaal. Er zijn ongeveer 5 tot 10 pompgemalen geselecteerd voor het jaar 2024-2025. En eigenlijk zijn we in 3,5 begonnen. En er komen nog meer landelijk. Die zijn geselecteerd in het kader van ontwateringsproblematiek in veel districten. Vandaag doen we Paramaribo Wanica, waarbij we de eerste 5 zullen bezoeken. Dat kunnen sluizen ook zijn hoor, of een combinatie van sluisgemaal of gemaal alleen, die we gaan bezoeken. En we zijn begonnen vanaf Clivia, dus Leonsberg. Eerste punt, daar werkte het systeem ook niet. En we gaan vandaag door tot de Centrale Markt, waar daar wel al de rehabilitatie heeft plaatsgevonden. Dat is het eerste pakket van zware investeringen, van grote en kleine werken, die jarenlang inderdaad verwaarloosd waren. En vandaar dat we onder water liepen. Maar we hebben ook de districten. Binnenkort gaan we naar Saramaka, waarbij ook pompgemalen gerehabiliteerd zullen worden. Coroni, hetzelfde. Want ook daar hebben ze dezelfde problematiek.
Dus we zijn met een duurzaam ontwateringsbeleid begonnen om het probleem van jaren te gaan minimaliseren. Dat is onze strategie. De regens zijn hevige regens, harde regens. Dus we moeten investeren in dit beleid. De financiering komt uit de overheidsbegroting, primair. Dan secundair hebben we wat hulp gehad van Japan. We hebben wat hulp gehad van de IDB. We hebben wat hulp gehad van de Wereldbank. Dit zijn de grote partners die de hele ontwateringsproblematiek vanaf Nikere tot Marowijne, Parmawanica, helpen financieren. We hopen dat er meer banken aansluiten bij dit grootschalig project. Maar wat ik wil zeggen is dat ontwatering is geen populistisch ding. Dat is waarom we de regering het nooit hebben aangepakt. Maar deze regering heeft het hoog op de agenda gezet. U ziet dat we de kanalen vandaag regelmatig onderhouden. De primaire kanalen. We kunnen niet alles inderdaad doen, maar zeker onderhoud staat hoog op de agenda. Dat is ook de reden waarom we vandaag niet lang onder water blijven. Dit zijn de getuigen ook van verschillende gebieden, maar ik zelf zie dat ook. We hebben in de binnenstad wat ingrepen ook gepleegd, want kanalen is één, pompgemaal is één. Maar ook gewoon kolken ophalen of uitzuigen is ook een belangrijk onderdeel van het programma. Feit is, de conclusie is dat deze investering niet verloren mag gaan. Bij ontwateren kan je niet zeggen, je maakt één keer je op en na vijf jaar ga je weer ernaar kijken. Elk jaar in die begroting moet een bedrag gereserveerd zijn voor onderhoud van de waterbouwkundige werken, maar ook van de kanalen, etc. En daarvoor hebben we wel moeten verzekerd zijn dat dit bestuur gecontinueerd wordt door het ministerie van Openbare Werken. Om de gemeenschap een kijkje te geven achter de schermen van de werkzaamheden van het Nationaal Leger, heeft het ministerie van Defensie een open dag georganiseerd. Op zaterdag 25 mei kon men meer te weten komen over de taken en verantwoordelijkheden van het leger in de Memrebuku-kazerne Noord. Kapitein Javelin Finkie gaf in gesprek met de communicatiedienst Suriname aan dat het leger bezig is met het werven en selecteren van mensen voor de infanterie en het korps speciale troepen. Ik ben namelijk van de werving- en selectiecommissie. Op dit moment is het Nationaal Leger bezig met het werven en selecteren van mensen voor de infanterie en het korps speciale troepen. Aan de hand daarvan, en of naar aanleiding daarvan, heeft de bevelhebber aan de commissie gevraagd om een open dag te organiseren. En zo gezegd, zo gedaan, de afdeling G3 heeft de open dag gepland om belanghebbenden of mensen in de gelegenheid te stellen om te zien wat de infanterie kan en de speciale troepen. Wat ze kunnen. Ja, dus naar aanleiding daarvan. Dus als het ware is deze open dag tweedelig. Aan de ene kant is het om de samenleving te tonen wat de organisatie kan, wat de infanterie kan en wat het korps speciale troepen kan. En ten tweede om mensen die willen solliciteren om in dienst te treden bij de infanterie of de speciale troepen ook te laten solliciteren gelijk. De infanterie dus zijn die gevechtsmilitairen binnen het Nationaal Leger, dus ze vallen onder de landmacht. Zij het infanteriebataljon. En zij zijn meestal die militairen die jullie zien die de grenzen bewaken, naar detacheringen gaan, acties gaan en dat soort dingen. Dus zij zijn als het ware de stoere jongens, dus de gevechtsmilitairen. En de speciale troepen? En de speciale troepen zijn dus de naam zegt het al. Zij zijn de speciaal, dus die groene baretters, de commando troepen.
zij gaan meer voor speciale opdrachten. Dus zij worden niet zomaar ingezet. En ten aanzien daarvan zijn er andere vereisten om in dienst te treden bij hun, en hun opleiding is ook zwaarder. Voor de speciale troepen hebben we nodig 100 man. En voor de infanterie hebben we een compagnie en dat is 150 man nodig. Ten aanzien van de speciale troepen, dan moet je tenminste derde klas, MILO of LBO, of een vierde klas of een MILO diploma hebben. Dus derde klas LBO of vierde klas LBO of een MILO of LBO diploma. En voor de infanterie is het vanaf eerste klas, LBO of MILO tot vierde klas. Op dit moment zijn we nog bezig met het selecteren van die mensen. Op dit moment zijn we bezig met die sollicitatiegesprekken en sporttesten. En na die sporttesten, daar valt die medische keuring. En die medische keuring houdt in een labonderzoek, psychologisch onderzoek en een drugstest. En als men het doorgaat, dan gaat u dat op. Dus er is gepland voor 31 juli om die lichting te laten opgaan. Dan gaat u voor 2 maanden naar de Ayoko Kasena. Dat is BBZ voor de opleiding, de elementaire algemene opleiding. Dat is 2 maanden. En als die 2 maanden hier voltooid, dan wordt u verheven tot geoefend militair. Dan bent u soldaat in dienst van het ministerie van Defensie op dat moment. Hoe komt er dat er op dit moment eigenlijk een tekort is aan militairen? Ik zou niet zeggen dat er een tekort is aan militairen. Maar sowieso, mensen gaan weg, mensen komen en er treedt vergrijzing op bij die manschappen. Dus die manschappen moeten jonge mensen zijn. Dus daarom moet er een constante werving zijn voor de infanterie. Men gaat demonstraties geven, als u ziet is men al reeds gestart. Ik denk dat straks er meer gedaan gaat worden. Ik denk tot 12 uur zo gaat men demonstraties geven. Ten aanzien van verschillende aanvallen, hoe men in de aanval gaat en dat soort dingen. Op dit moment zijn we niet bezig met het selecteren van mensen voor de marine. Alleen voor de infanterie en de speciale troepen. Als er een sollicitatie is voor de marine-infanterie of de marine zelf, dan komt er te zijn tijd. Maar dit is slechts een eerste open dag. Ik denk de komende dagen worden er nog, ik denk dat er nog 2 zijn gepland. Eentje in het district Para en eentje in het district Wanica. Om meer mensen aan te trekken. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.